ter gelegenheid van het gereed komen van de gebouwen der NSVO en het district Rotterdam der NSB, bezoekt Mussert Rotterdam. Met een korte toespraak tot de aangetreden WA, SS, Jeugdstorm en politieke organisatie, opent de leider de nieuwe huizen der beweging. Na afloop defileren de zwarthemden voor hun leider. De dag wordt besloten met enige grote openluchtvergaderingen in alle delen der stad, waar verschillende sprekers, onder andere Van Buurink, het woord voeren. In het gehele land worden vanwege de jeugdstorm weerbaarheidscursussen gehouden. Te Rotterdam oefenen de stormers op Woudenstein en er wordt hard gewerkt. De cursus wordt met een plechtig strijken van de vlag besloten. Te Rotterdam wordt in de Rivierahal burgemeester Müller geïnstalleerd als districtsleider van het Rotterdamse district der NSB. De installatie geschiet door de plaatsvervangend leider, kameraad Van Geelkerken, die tevens afscheid neemt van de vertrekkende districtsleider, kameraad Kruller. De radiospreker Max Blokzijl houdt zijn bekende praatjes niet alleen voor de microfoon, maar hij spreekt ook in alle delen van het land direct tot de jeugd, zoals hier te Rotterdam, waar hij zijn aandachtige toehoorders uiteenzet wat hij onder volksgemeenschap verstaat. Nederland wordt gedactyloscopeerd. De uitreiking der persoonsbewijzen is te Rotterdam in het Feyenoordstadion begonnen. Daartoe worden van iedere Nederlander vingerafdrukken genomen, zodat vergissingen of verwarringen in de vervolgen niet meer kunnen voorkomen. Op de Rotterdamse Koolsingel bevindt zich een gebouwtje
waar Nederlanders zich kunnen aanmelden die werk zoeken in Duitsland en die hier alle inlichtingen daaromtrent kunnen krijgen. In sommige gevallen kunnen zij zelfs direct in contact gebracht worden met vertegenwoordigers van grote firma's die arbeidskrachten zoeken. Goedemorgen heren, wat is er van uw dienst? Mijn vriend en ik zijn van plan naar Duitsland te gaan. Heeft u soms een goede baan voor ons? Iedere gezonde arbeider kan op het ogenblik in Duitsland te werk gesteld worden. En de arbeidsvoorwaarden zijn over het algemeen zeer gunstig. Maar vertelt u me eens, wat is uw beroep? Metaalbewerker. Uitstekend, die worden momenteel zeer veel gevraagd. Ik heb hier een vertegenwoordiger van een grote Duitse firma die geschoolde arbeiders zoekt. Misschien kan ik u even aan hem voorstellen. Ja, graag.